Als missienaar begonnen, kent u zo onderhand elke steen van dit gebouw. Die kennis brengt u over aan volwassenen en aan kinderen en jongeren. Al die inspanningen, en ik zou nog wel even door kunnen gaan, hebben ons ertoe gebracht om onze heilige vader, Paus Franciscus, te vragen u hiervoor als dank voor al uw werk te onderscheiden. Ja, hij had een koninklijke onderscheiding, dat had hij al. Dus ja, wat moet je er nou meer doen? Ja, een pauselijke onderscheiding, misschien iets meer. Nou, en toen hebben we aangevraagd en toen kregen we de goedkeuring. Hij heeft het ook in goud, zeg maar. Komt er bijna niet meer voor. Ja, het is een groot verdienste voor hem, hè, maar hij is ja, een lopend archief van de kerk. Ik vind alles mooi. Ik heb er nog nooit over gekomen, zoiets. Dus nou ja, het is helemaal nieuw. Ik ben er echt trots op dat we zo iemand in het midden hebben. En hij blijft heel bescheiden, hij wil niet op de voorgrond. We gaan het proficiat, hè? Ja, dankjewel. Hartstikke mooi, hè? Ja. Wie geniet ervan?